Mijn naam is Jan van Eyck en ik vertel u graag iets over de Fraters van Goorlen. Eigenlijk moet je natuurlijk zeggen de Fraters van Tilburg. In 1844 door monsieur Zwijsen opgericht als orde. Aanvankelijk voor priesters en broeders, maar later alleen voor broeders. Hier in Goorlen woonde Thomas van Diessen. Handelaar in textiel en winkelier, woonde hier voor mijn neus aan de Kloosterstraat. En die heeft hemel en aarde bewogen om de Fraters hier naar Goorlen te krijgen. En dat is hem gelukt. In 1890 komen de Fraters naar Goorlen. Hij biedt ze de grond aan, in zijn achtertuin ongeveer, daar bouwt men het klooster. Het klooster wat er nu nog staat, in 1890 tot 1894 gebouwd. En daarachter stond het juvenaat en daarachter een school. Een school voor moeilijk lerende kinderen. Toen heette dat debiele en imbeciele kinderen. Daar was geen onderwijs voor in Nederland. De Fraters waren de eerste die zich daarop focusten om die ook een onderwijsvorm aan te bieden. In 1907 bouwen ze vooral op verzoek van de gemeente Goorlen een jongensschool. Dus dan gaat het juvenaat naar Reuzel. Ik weet niet precies waar de school voor moeilijk lerende kinderen bleef. Maar de jongensschool, de Jozefschool, bouwden ze hierachter. De eerste school van Goorlen. Ik sta nu aan de achtervleugel van het klooster van de Fraters. Zeg maar tussen de kapel en de nieuwste vleugel in. In 1925 werd het allemaal wat te klein, dat klooster van de Fraters. Toen heeft men Constant Panis, architect uit Tilburg, geboren 1891, heeft men gevraagd om de zijbeuken te kunnen vullen en een nieuwe kapel te maken. Dat heeft hij gedaan en die stijl dus past wonderlijk goed bij de stijl van 1894 eigenlijk, van de voorpui. En van de school van de Thomasschool, die aan de westkant staat. De kapel is in 1925 volbracht, mag je wel zeggen. En de vleugels ook in 1925. In 1951, dat is wel een aardige anekdote, dan komt de derde jongensschool in Tilburg. Eerst hebben ze de Thomasschool en ze hebben de school aan het Oranjeplein. En dan komt er bij de nieuwe kerk van Maria Boodschap komt de derde jongensschool. En dan zeggen ze, dat vraagt 6 fraters, 6 klassen. Daar hebben we geen plek meer voor. En toen heeft men de vleugel in 1951 gebouwd tussen het Koude Pad en het Moederklooster. Dat kun je ook zien. Die vleugel is 3 hoog, inclusief de zolder 4 hoog. En die is even hoog ongeveer als de driehoofdige vleugel van 1925. Dus het tussenstuk is een beetje aangepast met trappetjes om van de ene verdieping naar de andere te kunnen gaan. Maar dat is de reden waarom het de laatste vleugel in 1951 hier is gebouwd. En voor mij staat de prachtige Praterstuin. Die is al in 1909 aangelegd en eigenlijk altijd Praterstuin gebleven. En toen de gemeente in 1995 bij het vertrek van de Praters het hele complex overnam, is die tuin vernieuwd. Maar wel de bomen van 1909. Dus er staan een stuk of 10 bomen die al 100 jaar oud zijn. Thank you.